Vandaag heb ik natuurlijk wel een boodschap voor u. Heeft God wel een boodschap voor u? Heeft de Geest iets tot ons allemaal te zeggen? Maar het is meer nog dan zomaar iets doorgeven wat ik mag doen. Is het vandaag echt iets delen met u? Is echt mijn hart delen met u van de afgelopen week, 2 weken zo ongeveer. Wel langer natuurlijk, maar afgelopen week heel erg. En dat begon allemaal toen ik de afgelopen 2 keer dat ik mocht spreken, sprak ik over discipelschap en wat het betekent om een ware discipel te zijn van Jezus. Vorige week heb ik gezegd dat er zijn heel veel gelovigen, maar er zijn een stuk minder discipelen. Omdat heel veel mensen geloven, maar niet iedereen achter Jezus aangaan. Nou goed, ik ben daar natuurlijk de laatste weken was ik daar best wel mee bezig met discipelschap, met het volgen van Jezus. En steeds weer kwam ik terug op wat Jezus zei, wat we volgens mij ook hebben gelezen vorige week en die keer daarvoor. In Lucas 14, vers 26 uit mijn hoofd, heb ik geen slijt van. Maar waar Jezus in ieder geval zegt, even in mijn eigen woorden gezegd, waar Jezus zegt tegen zijn discipelen, of nee, tegen de hele menigte van, als u mij wil volgen, nee, wie niet haat zijn broer, zijn zus, wie niet haat zijn moeder, zijn vader, wie niet haat zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En ik heb vorige keer uitgelegd dat haten, Jezus spreekt zichzelf niet tegen, hij is liefde, dus hij kan niet. Wat hij met haten bedoelt is minder liefhebben, Jezus moet altijd boven staan, dus zelfs boven je familie, zelfs boven je kinderen, je kleinkinderen, boven je ouders, zelfs boven jezelf. Maar dat bleef hangen bij mij. En ik geloof dat dat niet zomaar gebeurt, dat Jezus en dat Gods Geest dat steeds maar weer bij mij terugbrengt, zeg maar. Dus ja, wat doe je dan? Ik ben gaan bidden. Ik denk, ja, dan moet er toch iets zijn wat boven Jezus gaat in mijn leven. Ik heb dat tegen u gepredikt. Maar goed, ik moet, I have to practice what I preach. Dus ik moet het ook zelf doen. Dus ik ben gaan bidden en ik ben ik ben bescheiden gaan vasten. Ik ben geen, laat ik het maar heel netjes zeggen, ik kan nog stappen zetten in vasten. Ik kan nog groeien in vasten, maar goed, dat is op zich goed. Want vasten is een Bijbels principe en ik geloof dat daar heel veel waarde in zit. Maar daar zal ik het een andere keer met u over hebben. Maar ik ben heel bescheiden gaan vasten en ik kreeg, na 2 dagen kreeg ik een antwoord van de Heer. En eigenlijk zei de Heer, eigenlijk vroeg stelde de Heer een vraag aan mij. En die stelt u vandaag ook aan ons allemaal. Verlang je nog naar mij? Verlang je nog naar mij? Punt. Vraagteken. Verlang je nog naar mij? Het belangrijkste in het leven van een christen hier op aarde. Nee. Het belangrijkste in het leven van een christen, in het eeuwige leven van een christen, dus hier, maar ook daar, is het zijn in de tegenwoordigheid van Jezus. Amen. Het is het allerbelangrijkste. En dan heb ik het niet over zomaar, ja, de Heer is altijd met mij, is altijd bij mij. Ik heb het over de voelbare, merkbare, tastbare tegenwoordigheid van Jezus. Dat je voelt, er is iets anders. De atmosfeer verandert, want Jezus is er. Hier in de gemeente, maar ook thuis, gewoon thuis, in je binnenkamer. Dankzij God en door Gods genade maak ik dat, altijd als ik God echt zoek met heel mijn hart, dan ervaar ik dat. Daar ben ik God dankbaar voor. Maar ik wil dat meer. Ik wil meer. Ook hier in de gemeente, ik wil meer. Van zijn tegenwoordigheid, hè? Niet van zijn zegeningen, niet van zijn, ook wel, natuurlijk. Maar eerst gewoon van hem. Hij. Ik wil hem kennen. Paulus zegt, opdat ik hem mag kennen
en de kracht van zijn opstanding. That's it, dat is het doel. Dat ik hem mag kennen. Jezus zelf zegt, God kennen, mijn Vader kennen en zijn Zoon Jezus kennen is het eeuwige leven. Dat is al waarvoor wij eigenlijk zouden moeten leven. Om hem te kennen. Hoe kennen we hem? Door in zijn tegenwoordigheid te leven en in zijn tegenwoordigheid te zijn en te blijven. Wees in mijn liefde, blijf in mijn liefde. Want als je hem kent en als hij jouw Heer is, als hij jouw herder is, de Heer is mijn herder, dan kan jij helemaal niets bezitten op deze wereld. Dan kan je de armste persoon zijn op deze wereld. Maar als toch de Heer jouw herder is, als je toch kan zeggen mijn liefste is van mij en ik ben van hem, dan kan je zeggen, getuige, mij ontbreekt helemaal niets. Amen. Al heb je verder op deze wereld helemaal niets. En we zijn allemaal als mens, dat is mens eigen, zijn materialistisch ingesteld. En ik zeg niet dat we dingen mogen wensen. Ik bedoel, ik hou ook van leuke en mooie dingen. Maar als dat van ons zou worden afgenomen, is dan ons hele leven weg? Die vraag stel ik aan u. Als dat allemaal van ons zou worden afgenomen, alles, onze status, alles wie wij zijn, al onze bezittingen. Als het goed is, natuurlijk, we zijn mens, dat zal pijn doen. Maar als het goed is, als wij kunnen zeggen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Adam en Eva, die hadden alle rijkdom om zich heen, maar de volgorde van de schepping was dat eerst alles werd klaargezet voor hun. Alles werd geschapen voor hun. U weet het, de hele natuur, de dieren, alles. Dus eerst werden alle omstandigheden werden gecreëerd voor hun, maar dat waren maar dingen. Daarna werden zij geschapen en konden zij genieten van die dingen en moesten zij heersen over die dingen. Maar het punt is dat ook al hadden zij al die dingen niet, zij liepen met Jezus. En dat was genoeg. Pas toen de zonde kwam, toen werden die dingen, werden ze afhankelijk van die dingen. Hadden ze dingen nodig en raakten ze in paniek. Maar wij zijn als mens, wij zijn nooit geschapen om afhankelijk te zijn van dingen. Wij zijn geschapen om afhankelijk te zijn van God. En hij zorgt voor al die andere dingen, zoals hij ook voor Adam en Eva al die dingen had gemaakt. En dan kan je daadwerkelijk getuigen, mij ontbreekt niets. Een van de mooiste getuigenissen die je ooit kan doorgeven aan de mensen, en die ik ook, als je dat wel eens ziet, is dat bij vervolgde christenen of bij christenen in armoede in Afrika of waar dan ook, die vinden blijdschap in dat ze bij Jezus horen. En verder hebben ze niks. Maar ze kunnen wel getuigen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ik heb niets te willen, want ik heb Jezus al. En ik vind het zo mooi dat verlangen, die honger naar Jezus alleen, naar Jezus zelf, naar God de Vader zelf. Daar hoeft u alleen maar een aantal psalmen, of het liefst alle psalmen voor te lezen. Dus we gaan er ook een paar lezen. We beginnen met psalm 73. Wie heb ik, behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God nog steeds de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Ik vind het zo mooi in de psalmen, hoe het verlangen, de honger, de dorst naar God. Als een hert, als een hinde die smacht naar de waterstromen, zo verlangt mijn ziel naar u. Kunnen wij dat nog zeggen, lieve broer, lieve zus? Kunnen we dat nog zeggen? Of zijn we al zo lang in de Heer? Dat we alles maar voor lief nemen. En dat alles maar gewoon wordt. Of dorsten we nog echt naar de waterstromen van de levende God? Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart. Al
gaat dit helemaal verloren. Mijn aardse huis, zeg maar. En mijn hart. Dan is God nog steeds de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. En daarboven, wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Is een zwakke vertaling, want wat daar echt staat is, naast u verlang ik helemaal niets anders op deze aarde. Dat staat er eigenlijk echt. Dus dit is nogal een zwakke vertaling. Maar naast u verlang ik helemaal niets op deze aarde. Wat zijn uw verlangens? Wat zijn uw wensen? Wat zijn uw dromen, uw ambities? Die zijn niet verkeerd, maar wat is uw eerste hartsverlangen? En toen ik dit dus afgelopen week meemaakte en God mij die vraag stelde, ik zeg heel eerlijk, ik voelde me niet zo best. Omdat ik dacht, ik voelde me best wel arm en ik voelde me ook een beetje schuldig. En ik ga u uitleggen wat ik daarmee bedoel. Ik voelde me schuldig omdat ik weet omdat het heel erg is als onze vader moet vragen, verlang je nog wel naar mij? Dat is erg. En omdat ik weet dat het niet aan hem ligt, dat ik hem niet zoveel ervaar als vroeger bijvoorbeeld, maar het ligt aan mij. Dus dan voel je je schuldig, omdat je weet, het ligt aan jou, dat jij niet zoveel tijd en aandacht aan hem hebt geïnvesteerd. Of in hem hebt geïnvesteerd. En ik begon ook te twijfelen. Ik denk, ja, ik voel me zo ellendig, ik voel me zo arm, ik voel me schuldig. En schuld en schaamte, dat kan toch niet van Jezus komen? Maar weet u, in Matteüs 5 vers 3, wat de allereerste zaligspreking is van Jezus... Zalig, gezegend en gelukkig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Dus we moeten goed onderscheid maken. Schuldgevoel, schaamte kunnen twee verschillende dingen zijn. Halen ze je neer, trekken ze je diep in een put, dan is het van de vijand, ja. Maar als het jou brengt op jouw knieën tot een ontmoeting met de Vader, dan trekt dat jou naar een hoger plan. Dan verhoogt dat jou. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Dus ja, ik wil meer. Ik heb meer dan ooit heb ik in mijn leven dat ik denk, God is nog zoveel meer dan ik heb ontdekt tot nu toe. En ik ben 31... En misschien bent u 71, maakt niet uit. Maar er is nog meer. Er is nog meer. En ik zei het net al, ik heb het dan niet over zegeningen op zich. Ik heb het niet over meer gaven. Ik heb het niet over meer dit of dat. Ik wil niet meer van Jezus, ik wil meer Jezus. Ik wil niet meer van hem ontvangen, ik wil meer hem ontvangen. En als hij komt, ja, dan komen die gaven ook wel mee, want ja, die neemt hij ook mee. Maar het gaat me om hem. En ik geloof dat ik, geef ik heel eerlijk toe, en ik geloof heel veel van u en heel veel christenen samen met mij, wij verliezen soms uit het oog dat wij met een persoon te maken hebben. Jezus is een persoon, God de Vader is een persoon, de Heilige Geest is een persoon. En een persoon wil altijd relatie. Wij vinden het vreselijk dat wij elkaar minder kunnen zien door deze pandemie. We missen misschien heel veel mensen. U mist misschien heel veel familieleden die u een tijd niet gezien heeft. Wij zijn mensen, wij houden van relatie. Maar zo is het ook met God. Hij verlangt naar ons. Hij verlangt naar u. En hij verlangt niet naar steeds uw verzoeken en uw vragen. Hij verlangt naar u. Hij verlangt naar je hart. Natuurlijk mag je daarna vragen. Maar hij verlangt naar jou. Wij verliezen soms uit het oog dat we met een persoon te maken hebben. Wij verliezen soms uit het oog dat wij in een liefdesrelatie zitten met Jezus. Gebaseerd, gefundeerd op liefde. Wij zijn de bruid, hij is de bruidegom.
Als jij als echtgenoot alleen maar dingen wil ontvangen van je echtgenote, dat hij of zij meer en dingen voor je doet, dat hij of zij zorgt dat het eten op tijd klaar voor je neus staat, dat hij of zij steeds meer cadeautjes aan je geeft, bloemetjes geeft. Ja. Ja, lastig. Dat moet je blijven doen. Broeder, koop af en toe dat bosje bloemen voor je vrouw. Ik heb dat 2 weken geleden voor het eerst gedaan. Na 5 jaar huwelijk. Ik schaam me kapot. Maar goed, het gaat mij erom, als je liever dingen wil ontvangen dan dat je tijd spendeert met je man of vrouw, gewoon verder niks. Ja, dan ga ik je wel zeggen dat op een gegeven moment de liefde wel verzwakt. Ik zal niet zeggen dat het verdwijnt, want ik ga niet in andermans huwelijk zitten. Maar het is wel het principe van de Heer. Want het principe is relatie mens en God, zoals de relatie van onze hemelse bruidegom met ons, de bruid. Gods woord zet dat op 1 lijn. Zoals ik gemeente lief heb, heb je vrouw zo lief, heb je man zo lief. En natuurlijk mogen we God vragen, ik heb het al 2, 3 keer gezegd, we mogen God om alles vragen, om zijn zegen, om zijn voorziening, om zijn bescherming, om zijn genezing, om zijn hulp in alles. Want waar komt die hulp vandaan? Van Jezus. Dus tuurlijk, hulp in alles, alles vragen. Maar we moeten oppassen dat we geen verstandshuwelijk krijgen met Jezus. Dat we alleen nog maar een relatie met hem hebben op basis van dingen. Ik heb net gezegd, dingen zijn er gemaakt voor de mens. En niet dat die dingen jou overheersen. Jij heerst over die dingen. Want hij geeft dingen, Jezus geeft dingen, God geeft dingen uit genade, uit liefde. Maar het is al uit liefde. Hij geeft dingen, maar hij is liefde. God geeft dingen, God zegent ons met dingen, maar hij is liefde. Dus hou je van hem om wie hij is, of hou je van hem om wat hij jou gegeven heeft? Als je verliefd bent en van iemand houdt, of als je eerst verliefd was op iemand en daarna ga je van iemand houden, want bij mensen, bij ons mensen gaat verliefdheid gaat een keer over. Bij de ene duurt dat 2 jaar en bij de ander 20 jaar. Maar goed, dan gaan we van iemand houden. Maar dan wil je tijd met diegene spenderen als het goed is. Om diegene te leren kennen. En je bent je man of je vrouw nooit uitgeleerd. Hoe zeg je dat? Die ken je niet helemaal hoor. Kom altijd weer wat. En dan denk je van, schat, poets jij je tanden nog steeds niet? Of zoiets. Maar dan zoek je daar ook naar. Snap je wat ik bedoel? Je zoekt ook naar die tijd. En ook als je kijk, ja, nou ja, goed. Ik heb een mooie quote, die ga ik voorlezen. Van een 17e eeuwse, heb ik me laten vertellen, heb ik gelezen. Schotse spreker, evangelist, wat dan ook. En die zat, toen hij dit zei, zat hij in een kerker, gevangen. Samuel Rutherford. O mijn Heer, riep hij tot de Heer. O mijn Heer, als er een brede hel was tussen u en mij, en ik niet bij u zou kunnen komen, behalve dan door die hel heen te moeten gaan, dan hoef ik geen 2 keer te denken. Ik zou er doorheen springen als ik u dan maar kan omhelzen en als ik u maar de mijne kan noemen. Dat is het. Dat is het verlangen naar te zijn bij de Vader. Wat het je ook kost, hoeveel pijn het je ook doet. Al moet je door een diepe hel gaan, door een brede hel gaan. Maar als je weet, Jezus wacht op mij aan de overkant. En als ik door die hel heen ga, dan kan ik hem omhelzen, dan kan ik hem omarmen en dan mag ik hem de mijne noemen. Dan ga ik. Dan maar pijn aan mijn voeten. Al struikel ik, al val ik, maakt niet uit. Maar ik moet Jezus bereiken. Want hij is mijn liefste. En dat heeft met focus te maken. Dat heeft te maken met de focus van ons hart. Waar focussen we op? Focussen we op dingen? Focussen we op zegeningen? Die op zich niet slecht zijn, maar ze mogen niet de plaats innemen van degene die zegeningen geeft. Het gaat om focus. Psalm 27, vers 4. 1 ding
één ding heb ik van de Heere verlangd. En dat zal ik zoeken. Focus. Eén ding. Niets anders. Eén ding. En dat ga ik zoeken, daar ga ik naar jagen, daar ga ik achterna. En dat is dat ik mag wonen in het huis van de Heere. Al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Eén ding heb ik van de Heere verlangd en daar doe ik alles voor. Dat ik mag leven in zijn tegenwoordigheid. Dat is wat hier staat. Dit heeft niets te maken met het wonen in een kerkgebouw. Dit heeft te maken met het leven in de continue tegenwoordigheid van Jezus. Ik wil zijn waar u bent, Heer. Ik wil zijn waar u bent. En ik wil dat zien en ik wil zijn lieflijkheid aanschouwen en onderzoeken in zijn tempel. Ik wil dat onderzoeken en aanschouwen. Ik mag zijn aangezicht zoeken en mag zijn aangezicht aanschouwen. Elk moment van de dag. Overal. In je slaapkamer, in je binnenkamer. Hier, in de gemeente. Maar het gaat erom, roepen we nog naar de Heer. Toon mij uw glorie, Heer. Want er moet nog meer zijn dan dit. Toon mij uw heerlijkheid, Heer. Overal. Waar ik u zoek. Thuis, maar ook in de gemeente. In de binnenkamer, maar ook hier in de grote zaal. En ik wil niet meer dat we gewoon maar zeggen, oh, wat was het, wat hebben we fijne liedjes gezongen en wat hebben we een goed woord gehad en that's it. Want die liedjes die wij zingen en die boodschap die wij horen, die gaan over de koning die hemel en aarde geschapen heeft. En ik wil hem ontmoeten. Ik wil hem kennen, ik wil hem hier zien bewegen. Ik wil dat hij de ruimte binnentreedt en gewoon doet wat hij wil. En wij gaan lekker achterover, nou niet achterover, maar wij gaan buigen voor hem en zeggen, de Heer Koning der Koningen, doe maar wat u wil. Ik wil geen genoegen meer nemen met een dienst. Van ja, oké, fijne dienst en nou tot volgende week of tot over 2 weken. Maar ja, dan kom je weer terug, verlangen we daarnaar? Verlangen we nog zo naar de Heer. Ik weet dat God één verlangen heeft en dat is u, dat bent u en mij. En zijn volgende verlangen is omdat hij zoveel van u houdt, omdat hij zoveel van ons houdt, om zichzelf te openbaren aan ons, wie hij is. Hij wil zichzelf volledig openbaren. De Heilige Geest openbaart Jezus. Hij wil dat volledig doen. Maar de Heer vroeg aan mij en de Heer vraagt aan u vandaag, wilt u dat wel? Wil jij dat wel? Wil jij wel in een gemeente komen waar God volledig de regie heeft over de dienst? Of wil je toch liever weten wel van, ja, we gaan toch niet al te veel liedjes zingen? We gaan toch wel die en die dat doen? Maar en het duurt toch niet te lang allemaal? Want ja, ik moet wel naar huis natuurlijk. Is het ons grootste verlangen dat Jezus verschijnt als wij samenkomen? Als wij aanbidden. Wij weten met ons verstand, als wij aanbidden, want dat horen we zo vaak, dan bouwen we de troon. Als wij aanbidden, dan is God hier. Dan zijn we in zijn tegenwoordigheid. Maar wordt dat niet op een gegeven moment een gewone uitspraak? Ja, u bent hier. U bent hier. Want vroeger werd er altijd zo'n uitspraak gezegd. Dat gebeurt meestal met een uitspraak dat die gezegd wordt. Maar daar werd een uitspraak gedaan. En dat ja, u moet weten dat de koning der koningen binnenkomt. Hoe zou uw houding zijn als koning Beatrix toen de tijd binnen zou komen? Ja, op een gegeven moment had ik die uitspraak heel vaak gehoord. Dacht ik, ja, het zal wel. Maar ergens is het natuurlijk wel zo. Of als, weet ik veel, wie zit bij u op de troon, wie is uw idool? Als die binnenkomt, nou, als wij aanbidden, lieve broer en lieve zus, als wij aanbidden, dan komt de koning der koningen komt binnen. De koning boven alle koningen komt binnen. Het idool boven alle idolen komt binnen. En die is hier. Dus hoe is onze houding? U ziet dat ik de laatste tijd misschien ziet u dat niet, dat ik vaker kniel
En dat is niet uit gewoonte, dat is niet omdat ik nu ineens dat, of omdat ik me wil laten zien, of weet ik het wat. Omdat ik meer en meer besef wat ik op dat moment aan het doen ben. En dat is, die koning die hier is, ik ben tegen hem aan het praten, ik ben tegen hem aan het zingen. En hij zit op de troon, voor mijn neus, zijn aangezicht schijnt op mijn aangezicht. Dan past het mij, ik zeg dit mij, dit is een mening, hè? Dit is niet Gods woord, dit is mijn mening. Dus u mag uw eigen mening hebben. Maar ik vind, mij past niets anders dan nederigheid en dat uit ik door op mijn knieën te gaan. En iedereen moet dat op zijn eigen manier doen. Nogmaals, het is mijn mening. Het is niet Gods woord. We gaan nu terug naar Gods woord, maar dat was mijn mening. Maar dat wil ik doen. Niet uit gewoonte. Niet omdat ik dat nu ineens wil doen. Maar hij verdient mijn alles. Hij verdient mijn hart, mijn ziel, hij verdient mijn lichaam. Aanbidding is niet zingen, aanbidding is alles overgeven aan hem. Aanbidding kan je ook doen op straat, als je niet zingt, maar omdat je steeds maar weer, je geeft alles van jezelf aan hem. Volledige overgave, dat is aanbidding. Volledige overgave. En ik mag komen met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met al mijn verstand, met heel mijn lichaam, met al mijn kracht. En ik wil tot hem komen als een nederig kind. Bij de Allerhoogste Koning, maar ook bij de liefdevolle Vader. Hij is koning en tegelijkertijd is hij onze Vader. Hij is een koning der koningen, maar hij is wel dichtbij, want hij is onze Vader. Hij is het Lam van God en de Leeuw van Juda. Maar elk moment, elke dag opnieuw, elk moment van de dag mogen wij, zijn wij in staat, hebben wij het voorrecht, hebben wij de kans, hebben wij de mogelijkheid om in zijn tegenwoordigheid te komen. En om zijn aangezicht te aanschouwen. Waar kiezen wij voor? Waar gaat onze meeste tijd naar uit? Onze meeste aandacht? Waardoor worden wij afgeleid? Ik weet het, we moeten allemaal werken. We hebben allemaal onze dingen. Maar eerst, op nummer 1. Waar keren we ons gezicht naar? Keren we ons gezicht het meest naar het journaal? Keren we ons gezicht het meest naar de talkshows? Keren we ons gezicht het meest naar onze kinderen, onze kleinkinderen of wat dan ook? Of keren we ons aangezicht altijd eerst en het meest naar zijn aangezicht? Want ja, het klopt. We leven in een tijd van drukte, in een tijd van stress, in een tijd van chaos, in een tijd van onrust, in een tijd van onvrede. Ja, dat klopt. Zeker. Maar al deze dingen, al die dingen hebben één ding gemeen. En dat is, ze leiden je af. Onrust leidt jou af. Onvrede leidt jou af. De drukte van je werk leidt je af. De stress, moet ik me wel laten vaccineren, moet ik me niet laten vaccineren, leidt mij af van waar het echt om draait in mijn leven. Dat is Jezus. En we moeten nadenken over dingen. Maar ik kan u geen antwoord geven wat u moet doen. Maar wie kan dat antwoord u wel geven? Jezus. Dus wiens aangezicht zoeken wij als wij een antwoord nodig hebben? De talkshow? Jinek? Met allemaal meningen? Of Jezus? Want, even, weer mijn meningen. Niet Gods woord. Maar het is wel de waarheid, dus. Maar goed, nee, mijn mening. Talkshows, hè, prima allemaal. Soms vind ik ze ook interessant. Maar het zijn allemaal meningen van mensen. Die jouw mening ook weer beïnvloeden. Want of je bent het ermee eens, of je bent het er niet mee eens. Maar toch wordt er iets gevormd in jou, door wat je te horen krijgt. En het grappige is, aan die tafel, ze zijn het nooit eens. Als ze nou een keer allemaal eens waren, dan had ik nog kunnen zeggen, nou, dat zou misschien wel waar kunnen zijn. Maar ze zijn het toch nooit eens. Dus ja, wat hebben we daar eigenlijk aan? Nogmaals, kies je eigen entertainment uit, maar deze disclaimer, onthoud hem wel erbij. Maar goed, terug, dat was weer mijn mening, terug naar Gods woord. Het leidt je af, dat zei ik, ja.
De duivel wil maar één ding en dat is je afleiden van, van de belangrijkste hoofdzaak met de hoofdletter H in jouw leven. Dat is Jezus. En hoe hem dat lukt, dat maakt hem helemaal niet uit. Welk wapen daar hij voor moet gebruiken, het kan hem een worst wezen. Hij weet precies welk wapen u zwak voor bent. En dat wil hij gaan gebruiken. En als dat steeds terugkomt in uw leven of in jouw leven of in mijn leven, dan moeten we daarmee aan de slag. Als jij steeds weer op eenzelfde punt wordt gepakt, dan moet je daarmee aan de slag. Want dan weet je, de duivel wil daar wat mee, maar dan weet je ook, Jezus wil mij wat laten zien. En hij wil mij helpen om daar overheen te komen, om dat te overwinnen. Hij kan jou afleiden door jou lichamelijk aan te vallen, door jou geestelijk aan te vallen. Maar hij kan ook jou aanvallen door jouw kinderen aan te vallen. Hij kan ook jou aanvallen door je kleinkinderen aan te vallen. Hij kan u aanvallen om je ouders aan te vallen of je familie aan te vallen. En je moet er voor die familieleden zijn. Je kan er voor die familieleden zijn. Maar zoek wel altijd eerst je antwoord bij hem. Dat zijn allemaal goede dingen. Dat zijn goede mensen van wie je houdt. Dus daar moet je ook voor zijn. Begrijp me niet verkeerd. Soms kunnen het goede dingen zijn. Kunnen het goede mensen. Soms kan je zegeningen krijgen van de Heer. Hè? Let goed op. Soms kan je zegeningen ontvangen van de Heer. Waar je al zo lang om gebeden hebt. Zo lang om gevraagd hebt. Soms kan je bijvoorbeeld al heel lang hebben gebeden voor promotie op je werk. En door Gods genade ontvang je dat. Maar we moeten oppassen, dat kan de duivel gebruiken om ervoor te zorgen dat je afgeleid wordt. Omdat je het daardoor ook steeds drukker hebt. Omdat je daardoor ook steeds meer gestrest wordt. Dan is op zich de promotie en op je werk is goed. Maar de duivel kan het proberen te gebruiken om je kleiner te krijgen. Soms kan je zo lang bidden voor een man of voor een vrouw, voor een vriend of voor een vriendin. Dat is niet verkeerd. En als God het, die kan je daarmee zegenen. Want God geeft ons soms dingen waarvan hij weet, dat kan nog wel jouw zwakke plek zijn, maar ik geef het je juist om het te leren daarmee om te gaan. Dat klinkt raar, maar let maar eens goed op, wat was Judas? De verrader van Jezus, wat was hij? Hij was de penningmeester. Jezus had hem penningmeester gemaakt, terwijl Jezus wel wist, hij heeft een zwak voor geld. Want hij zal mij verraden voor geld. Ziet u? Dus hij kan je soms iets geven wat op zich goed is. Je kan heel lang bidden voor, wat ik zei, nieuwe vriend, nieuwe vriendin, een man, een vrouw, een kind misschien, bid je al zo lang voor. Dan ontvang je hem misschien, als God dat wil, als het Gods wil, dan kan je het ontvangen. Maar dan moeten we oppassen dat zelfs dat kostbare wat je hebt ontvangen, jouw kind of je man of je vrouw, dat dat niet de eerste plaats van God overneemt in jouw leven. En jouw eerste liefde wordt, in plaats van dat Jezus jouw eerste liefde is en blijft. Want God is een jaloers God. Hij wil niet en hij duldt niet dat er iemand anders op de troon van jouw hart gaat zitten. Op de eerste plaats. Zelfs al doen we goed, dat kan ook zijn in de gemeente zelfs. We doen goed, we doen het werk van de Heer, we dienen hem met alles wat we hebben. Vorige week heb ik daarover gesproken, dat vanuit ons geloof moeten we altijd vrucht dragen. Dus moeten er werken uit voortvloeien, want geloof zonder werken is dood. Dus er moeten werken uit voortvloeien, uit ons geloof. Maar dat moet altijd wel gebaseerd zijn op onze liefdesrelatie met hem. Van daaruit moet dat komen, dat je daarvoor wilt werken. Want al doe je dingen in de gemeente, heb je een bediening, dien je of wat dan ook, zelfs dat kan heel langzaamaan de plek van Jezus in jouw hart op nummer 1 overnemen. Wat is er op de troon van je hart dat misschien wel die eerste plaats heeft ingenomen en over heeft genomen? Volgende slide zien we een afbeelding van uit Genesis 22. U kent hem wel, Abraham. Die zijn zoon Isaac moest offeren. Zo lang had hij gebeden om iets. Zo lang had hij gevraagd. En eerlijk, hij ging het op eigen kracht doen, een zoon bij een andere vrouw. Maar Jezus, God beloofde hem, uw nageslacht
zal alle landen van de wereld, alle naties van de wereld zullen gezegend worden vanuit uw nageslacht. Messiaanse bloedlijn zal uit u voortkomen uit u, uit die zoon. En toch vroeg God om die zoon te offeren. Er staat, het is heel kort in Genesis 22, maar ik kan me niet voorstellen hoe Abraham zich gevoeld moet hebben. In die nachten daarvoor en zeker op dit moment. Geef mij je zoon. Die zoon waar je zo lang op gewacht hebt. Die zoon waar je zoveel van houdt. Die zoon die je eigenlijk niet meer verwacht hebt, maar door genade toch hebt ontvangen. De zoon die ik beloofd heb, die jouw bloedlijn verder zal aantrekken. Die zelfs de Messias zal voortbrengen. En die zoon moet je offeren. Waarom? Omdat Abraham zoveel en zo lang had gewacht, zo lang had gebeden voor die zoon. En uiteindelijk die zoon had gehad dat hij zoveel van die zoon hield. Dat die zoon, hoe goed die gave ook was, hoe goed die zegen ook was. Die zoon had de eerste plaats in Abrahams hart overgenomen. God stond niet meer op de eerste plaats, maar die zoon. En God is een jaloers God. En bij de ene doet hij het op die manier, de ene doet hij het op een andere manier. Maar op een gegeven moment, als God dat merkt, gaat hij aankloppen en zegt hij, wat heeft mijn plaats ingenomen in jouw hart? Welke volgorde van prioriteiten moeten weer hersteld worden? Dit is een heel pijnlijk voorbeeld, een heel gelijk met twee gestrekte benen, zeg maar, erin komen. Een hard voorbeeld. God wist, bij Abraham was dat nodig. Bij ons is het misschien wat anders. Bij mij was het dat ik ging vasten en dat ik te horen kreeg, dit en dit ontbreekt er nog. Dit en dit moet je nog overgeven aan mij. Dit en dit moet je nog afleggen op het altaar. Dit moet nog verteerd worden door mijn vuur. Maar we hebben allemaal nog wel wat, denk ik. Pas toen God zag dat Abraham boven alles en boven iedereen, ja zelfs boven zijn zoon, God gehoorzaamde. Toen zei God, stop. Nu heb ik gezien wie voor jou op nummer 1 staat. Hou je zoon. En ik zorg voor een vervanger. Op welk punt jij ook staat op dit moment met jou, in jouw relatie met de Heer. Misschien voel je je heel ver af van de Heer. Misschien voel je je, prijs de Heer, heel dichtbij de Heer. Maar op welk punt je ook zit in je relatie. De kans hier in deze wereld nog is 99,9% dat je op een punt komt dat je voelt, ik zit aan mijn limiet. Ik kom niet verder. Ik wil wel, maar ik kom niet verder. Er is een muur en ik kom niet verder in mijn relatie met de Heer. Dat is het punt waar je tot het besef moet komen, er is iets wat er op de troon van mijn hart zit en het is niet Jezus. Het is wat anders. Het is wat anders. Er is nog iets in mijn hart wat moet afsterven. Er is nog iets aan mijn hart wat ik moet opofferen, wat ik moet geven aan de Heer. De volgorde moet nog hersteld worden in mijn leven. Voordat wij de volgende stap kunnen zetten, lieve broer en lieve zus, moet die volgorde hersteld worden en moet God weer de eerste liefde worden van ons hart. En nogmaals, dat is niet dat je minder moet, dat je geen liefde meer moet geven aan de mensen of aan je werk zelfs. Maar eerst Jezus. Eerste liefde is Hij. Eerste liefde met de hoofdletter L. En God, die ziet dat, die ziet die struggle. En daarom zegt Hij in Openbaringen 2, vers 2, ik ken uw werken, ik ken uw inspanning, ik ken uw volharding. En die is goed. Ik prijs je daarvoor, mijn zoon. Ik prijs je daarvoor, mijn kind, mijn dochter. Het is goed dat je volhardt. Het is goed dat je werkt. Het is goed dat je je inspant. En het is goed dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen. En u hebt volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Prijs de Heer daarvoor. Hartstikke goed, ga daarmee door. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.
Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Jezus zegt het zelf, keer terug. Keer terug. Keer terug naar mij. Keer terug naar je eerste liefde. Bekeer je van je wegen, van andere prioriteiten, maar keer weer terug naar mij. Misschien heb je dingen verloren het afgelopen jaar. Ik ben ook dingen verloren, niet afgelopen jaar, maar voorgaande jaren. Maar nu kan ik getuigen dat als ik die dingen niet verloren was, als ik die mensen niet verloren was uit mijn leven, dan was ik niet dichter bij mijn eerste liefde gekomen. Die hadden mij juist verder weg van hem weggetrokken. Dus keer terug, bekeer en doe weer die eerste werken. Reset, repent, revival. Wij moeten ons bekeren van onze afval van de eerste liefde, lieve gemeente. Wij moeten ons bekeren van onze voldoening van een leven zonder dat Jezus de nummer één is. Wij kunnen soms zo gewend raken aan alles en hoe goed het gaat, dat wij zelfvoldaanheid, ja, dat is een woord, zelfvoldaanheid hebben. Van, het is goed zo, het is genoeg. Ik ken Jezus op zich wel, hè. Ik heb vroeger heel veel van hem gehoord. En over hem gehoord vooral. En nou ja, prima. Ik geloof dat we ons moeten bekeren van die mentaliteit, die houding van, nou, prima zat. Als ik naar huis gehaald word, dan ga ik toch naar de hemel. Prima. Wij moeten ons bekeren van onze voldoening van een leven zonder die manifeste tegenwoordigheid van Jezus ervaren in onze binnenkamer hier. Onze voldoening, onze voldaanheid van een gebedsleven zonder dat Jezus zelf verschijnt in onze binnenkamer. Hoe vaak gebeurt dat? Dat we in gebed gaan en ja, wij hebben ons hele lijst met verzoeken hebben we ingeleverd in Jezus' naam. Ik geloof dat ik het mag ontvangen in Jezus' naam. Amen. Maar verder voel je hem niet. Verder, snap je? Verder merk je aan niks zijn tegenwoordigheid. Van die berusting daarin, daar moeten we vanaf. Want hij wil meer zichzelf geven. Hij wil meer zichzelf laten zien. Wij moeten er vanaf dat we hier in de gemeente komen en dat we weggaan zonder dat we een aanraking van de hemel hebben gehad. Een touch of heaven. Want daar zijn we hier voor. Om de hemel te ervaren, om de hemel te zien doorbreken hier. Ik wil daar geen genoegen meer mee nemen. Dat ik gewoon lekker, nou leuk liedjes, leuke preek, leuke knakworst en naar buiten. Lekkere knakworst natuurlijk, knakworst is niet leuk. Maar luister goed, ik ben bijna klaar. Onze voldoening, ik ga hem gewoon voorlezen, want dan zeg ik het verkeerd. Onze voldoening, onze tevredenheid van de afwezigheid van de tegenwoordigheid van God, kan de muur zijn die ervoor zorgt dat Jezus zichzelf niet volledig openbaart aan ons. Als wij tevreden zijn met hoe het gaat, als wij tevreden zijn met niet echt zijn tegenwoordigheid ervaren, dan kan dat wel eens de blokkade zijn voor hem om te zeggen, ik ga mij volledig laten zien. Ik ga mij helemaal openbaren. Omdat dat spreekt dat wij hem niet zo erg verlangen. En als wij hem niet verlangen, dan komt hij niet. Hij wacht op ons verlangen. Hij wacht om gewild te worden door zijn kinderen, door zijn volk. Van wie die zielsveel houdt. Van u en van mij. Laatste psalm van vandaag, psalm 63. Voorlezen, kun je voorlezen. O God, u bent mijn God. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u in een land door en dorstig zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Weet je wat hier staat? Door mijn verlangen, door mijn dorsten naar u, zelfs toen ik op een plek was in mijn leven waar het zo droog en zo doods was, en, maar toen ik daardoor toch dorstig werd, dat ik toch verlangde naar u, daarom heb ik toch u
in het heiligdom mogen aanschouwen. Heb ik uw macht en uw heerlijkheid en uw glorie gezien. Volgende. Wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw pijns in nachtwaken, voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Mijn ziel klampt zich aan u vast. Heer Jezus, mijn ziel, mijn alles, mijn heel mijn wezen klampt zich aan u vast. En ik kom achter u aan. In het Engels staat, I follow hard after you. Ik ga hard achter u aan. Wat het mij ook kost, ik ga hard achter u aan. Mijn ziel klampt zich aan u vast. Ik wil niet meer verder gaan zonder uw tegenwoordigheid, Heer. Net zoals hoe Mozes dat zei in Exodus 33. U moet met mij meegaan. Ik wil bij u zijn. Ik klamp me aan u vast. Wat een verlangen is dat. Hoe meer we hem zoeken, hoe meer we hem vinden. Hoe meer we hem vinden, hoe meer we hem kennen. En hoe meer we hem kennen, hoe meer we van hem gaan houden. Tevredenheid in het leven, de geestelijke tevredenheid heb ik het over. Hè? Geestelijke tevredenheid in het leven van een christen is een gevaarlijk terrein waarop een discipel van Jezus zich nooit mag bevinden. Nooit. Want als we geen honger meer hebben naar hem, als we geen verlangen meer hebben naar hem, dan komt hij niet, zoals ik al zei. Als we geen diep, haast wanhopig verlangen hebben, wanhopig verlangen zoals we hier lezen, dan openbaart hij zichzelf niet volledig. Hij wacht op ons, hij wacht op u, hij wacht op mij. En daarom, dat is het laatste wat ik wil zeggen, daarom kan ontevredenheid een heilige gift zijn. Heilige gift kan dat zijn, ontevredenheid. En dan heb ik het niet ontevredenheid van, ik heb geen geld om boodschappen te doen. Ik heb het over geestelijke ontevredenheid. Kan een heilige gift zijn die God aan ons geeft. Waarom? Omdat dat eigenlijk een uitnodiging is, een roep van God is van, mijn liefste, kom. Kom weer terug naar mij. Ik verlang zo naar je, ik heb je al zo lang gemist. Kom weer terug naar mij. Gewoon jij. Niet jij met jouw taken, niet jij met jouw talenten, niet jij met jouw functies, niet jij met jouw wat dan ook, maar jij. Kom jij weer terug naar mij. Ik heb niets van je nodig. Ik heb niets van je nodig, alleen jij volledig in jouw hart. Alleen dat, alleen dat. Kom, mijn liefste, zoals we in Hooglied dat lezen, kom mijn liefste. Hooglied 7 vers 10. Kom mijn liefste, want mijn liefste, ja, zijn begeerte van de bruidegom gaat naar mij uit. Hij verlangt naar mij, zijn begeerte gaat naar mij uit. Dus als jij je geestelijk ontevreden voelt, als je je geestelijk, misschien zelfs een beetje, wat ik zei, schuldgevoel, wat ik in het begin zei, vraag dan aan de Heer om onderscheid of dat van hem is of dat het van de vijand is. Want als het van hem is, dan is dat nooit een verwijt van God. Jacobus 1 vers 5 zegt, God maakt geen verwijten. Maar het is een uitnodiging van hem. Kom, jij die arm van geest bent. En ik wil je weer vullen. Ik wil je weer rijk maken. Verrijken met mijn tegenwoordigheid. Dus lieve mensen, lieve broer, lieve zus, volgende slide is de houding van onze hemelse bruidegom. Onze Jezus, onze Yeshua. En die vraagt en die zegt vandaag, keer terug naar je eerste liefde en dat ben ik. Dus kom terug naar mij zonder je functies, zonder dingen te vragen, maar kom zoals je bent. En dan geef ik mij zoals ik ben.